Goedemorgen gemeente, mensen hier in de kerk en ook iedereen thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kik Bros ons voor zal gaan. Namens de kerkenraad wens ik ons allen een gezegende dienst toe. Laten we stil zijn voor het aangezicht van de levende. Het is goed, Heer, om hier te zijn. Het is goed om in de drukte van ons leven, hier in dit huis, een moment de stilte te zoeken en daarin het klinken van de woorden van Jezus. Help ons. Om ons ervoor open te stellen. Onze hulp is in de naam van de levende. Die trouw is tot in eeuwigheid. Wees gegroet in zijn naam. Die is, die was en die komen zal. Amen. Moge het licht van zijn vrede hier aanwezig zijn. Wij willen de nood van de wereld voor God neerleggen in ons smeekgebed. We zingen daarna het Kyrie Eleison. Ik zing steeds een regel voor en u zingt mij daarna na. En daarna zingen we ook aansluitend ons Gloria-lied. Laten wij bidden. Voor alle mensen die zich arm, leeg, ongekend en onbemind voelen, vragen wij om uw ontferming, God. Voor alle volken die geen recht kennen, geen respect voor mensenrechten, geen veiligheid en vrede, vragen we om nieuwe toekomst. Voor alle mensen die gisteren op de dag van de Holocaustherdenking
opnieuw met heel veel verdriet en pijn in hun hart leven, bidden wij om genezing en kracht. Voor alle kerken die zich armzalig voelen, vreugdeloos en zonder inspiratie, bidden we om uw geest die hen vernieuwt. En omdat u barmhartig bent, zuiver en een creator van vrede, daarom roepen wij tot u en loven wij uw naam. Zo roepen wij samen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. We steken het licht aan voor de kinderen. Misschien zijn er kinderen thuis die deze dienst volgen. Maar we mogen allemaal weten dat het licht van de kinderen hier blijft branden. En dat we met elkaar, oud en jong, samen leven van het licht van Christus. Laten we bidden bij de opening van het woord. God, uw woord is een boodschap van vreugde. Uw zoon spreekt woorden van geluk. Laat uw geest ons ontvankelijk mogen maken, dat wij uw vreugde en uw geluk in ons ontvangen als bron voor een leven van barmhartigheid, zuiverheid en vredelievendheid. Dat vragen we in naam van Jezus. Amen. Ik weet niet wie er leest. Ben ik dat zelf? Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer en vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied,
bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mijn uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgen ze je voor jullie de profeten. Gemeente van Jezus Christus, hier aanwezig, maar ook u die thuis de dienst meebeleeft. Ik vind het heel spannend om over de zaligsprekingen te preken. Zoals vanmorgen deze tekst op het rooster staat. En ik volg doorgaans dat ecumenische leesrooster. Want het gaat hier wel over de stralende kern van Jezus' boodschap. Het is geweldig om hier iets over te mogen zeggen, maar ben ik daar wel aan toe? En kan ik dat wel aan? En het gevaar dreigt dat je zo'n tekst tekort doet. Dat je er een slap aftreksel van maakt of het naar je hand zet. Laat ik maar eens beginnen gewoon met wat die tekst zo bij mij aan beelden oproept. Dat helpt mij vaak wel om er wat dichterbij te komen. Dan zie ik daar voor mij daar die berg en Jezus daarop. Die eenvoudige rabbi uit Nazareth. Nou ja, die berg. Ik ben er een keer geweest. Het is een heel bescheiden heuveltje eigenlijk. Een heel bescheiden heuveltje. En daar staat dan ook eigenlijk die eenvoudige rabbi uit Nazareth. En naast hem zitten dan die 12 leerlingen. Ook allemaal eenvoudige vissers en eenvoudige ongeletterde mensen. En daar al die mensen daaromheen die daar zitten. Ook over het algemeen arme mensen uit die eenvoudige landstreek Galilea. Matthäus heeft dit helemaal gecomponeerd. Hij heeft dat echt in scène gezet. Hij wilde daar iets heel bijzonders mee duidelijk maken over Jezus en zijn boodschap. Hij maakt er een berg van. En hij maakt daar van die bergreden een soort grondwet. De grondwet van het Koninkrijk der Hemelen. Die samengestroomde menigte, die, zo tekent hij het, die krijgt van Jezus bij het begin van zijn optreden zijn nieuwe grondwet mee. En Matthäus die heel graag wil duidelijk maken dat Jezus in de Joodse traditie staat,
die denkt daarbij natuurlijk aan die andere berg. Die berg Sinaï. Met Mozes. Die daar de stenen tafelen krijgt. Met daarop de 10 geboden. De grondwet van het verbond tussen God en zijn volk Israël. We hebben die gelezen dan ook als eerste lezing. Heel bewust laat Matthäus Jezus een berg uitkiezen. En heel bewust moet hij daar zijn toespraak houden. Omdat hij wil duidelijk maken dat die grondwet van Jezus, dat die geen breuk is met dat oude verbond, maar dat die daar de vervulling van is. Een toespitsing voor een nieuwe tijd. Heel opvallend is dan dat Jezus niet begint met 10 geboden, maar met 9 zaligsprekingen. Dat klinkt toch weer heel nieuw, hè? 9 zaligsprekingen. Je zou kunnen zeggen dat in de 10 geboden, wat in het eerste vers staat, ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte bevrijd hebt, dat in die 9 zaligsprekingen verder wordt uitgewerkt. Want het gaat Jezus om bevrijding. Het gaat erom dat eerst verteld wordt dat God een bevrijder van mensen is. En dat hij dan die bevrijde mensen vervolgens meeneemt in zijn plannen. Dan volgt ook die bergrede verder. Met ook zeker geboden en aanwijzingen. Maar het begint bij Jezus heel concreet, zoals ook bij Mozes. Bij het oerbegin bevrijding. Alles staat bij Jezus in het teken van de bevrijding. Van de grote vreugde. 9 keer klinkt dat refrein. Zalig zijn jullie. Tegenwoordig wordt het vertaald, dat wordt met gelukkig. Gelukkig. Goed nieuws. Goed nieuws maakt gelukkig. Ja, gelukkig. Hebt u wat met dat woord, geluk? De KRO-NCRV heeft tegenwoordig een nieuw programma. Hè? Dan zie je hoe mensen de mooiste dag van hun leven gaan voorbereiden. En dat is een soort happiness in duizendvoud. Hè? De mooiste dag van je leven. Die moet vooral heel veel geld kosten. En daar heb je tegenwoordig ook professionals bij nodig. Die jou helpen om dat allemaal te organiseren. En het is weer zo'n nieuwe mode die uit Amerika is overgewaaid. En die ons wil duidelijk maken dat geluk vooral zit in luxe. In heel veel uitgeven. Ik heb ook wel eens het gevoel dat geluk in Nederland tegenwoordig betekent kopen. De busjes rijden voortdurend door Nederland heen en weer om hun pakjes te bezorgen. Je moet op de gekste momenten tegenwoordig thuis zijn om je pakje in ontvangst te nemen. En anders hoop je dat je buren zo aardig zijn om het pakje voor je aan te nemen. Onze huizen staan tegenwoordig opgestapeld met karton. Dat we dan ook weer kwijt moeten zien te raken. Geluk. Ik vind het een moeilijk woord, eerlijk gezegd. Jonge mensen en ook oudere jongeren, die moeten heel gelukkig eruit zien. Hè? Want er zijn tegenwoordig natuurlijk vooral mensen van de sociale media. En we maken constant selfies. En daar sta je altijd stralend op. Want je moet jezelf verkopen. Dat heel veel jonge mensen tegenwoordig depressief zijn. Dat is de andere kant van die medaille. Zijn we eigenlijk wel zo gelukkig? En wat is dan geluk? Wat is geluk? Het is eigenlijk heel gek hè, dat Jezus, wie prijst die nou eigenlijk gelukkig? Ja, ik heb liever het woord zalig hoor, laat ik er maar bij zeggen. Zalig vind ik mooier dan gelukkig. Maar misschien is het toch ook goed dat wij... Dat wij met onze worsteling tegenwoordig met het leven, want dat doen we toch wel een beetje in deze tijd.
Met die oorlog die maar voortwoedt, die nog weer harder zal worden met die tanks die we nou gaan leveren. En oké, bent u er tegen dat ze die tanks krijgen? Die Poetin moet toch ook tegengehouden worden? Of moet het toch op een andere manier vrede worden? Nou ja, dat zijn wel dingen die ons bezighouden, hè? En dan ook natuurlijk die Holocaust-herdenking. Opnieuw daar stil bij staan, wat er in Europa gebeurd is. Die barbarij. Die eigenlijk op dit moment ook weer daar in Oekraïne, hè, zich hier en daar afspeelt. Elke oorlog betekent barbarij. Martelen, moorden, verkrachten, ontvoeren, kinderen wegbrengen. Een nieuwe identiteit proberen te geven. Dat zijn dingen die ons bezighouden. Hè? En dan staan we vandaag de dag daar. Nou ja, laten we maar zeggen, we staan een beetje achteraan daar bij die berg. Ik wel hoor, ik sta een beetje achteraan vandaag. En ik zie je op een afstand. Ik hou vandaag een beetje afstand tot Jezus. En dan hoor ik hem. Ik zie wel dat zijn ogen stralen. Dat zie ik wel. Ik moet denken aan wat Dorothee Sulle een keer zei. Ja, toen was ze nog behoorlijk jong hoor. Dorothee Sulle zei een keer, Jezus was de gelukkigste mens die ik ken. Ja, dat is wel een mooie uitdrukking. De gelukkigste mens. Misschien is dat een vertaling van wat wij bedoelen als we zeggen dat Jezus de Zoon van God was. Dat we nu zeggen, hij was de gelukkigste mens. Want God, ik weet niet hoe u zich God voorstelt, maar daar hoort toch wel iets bij van grote vreugde. Grote vreugde. En zo staat Jezus daar op dat heuveltje. Ik zie hem daar staan op dat heuveltje en ik zie hoe zijn ogen stralen. Terwijl hij dat arme tierige groepje mensen zalig spreekt. Gelukkig zijn jullie. Tot 9 keer toe. En tot wie zegt hij het dan eigenlijk? Arme boeren, vissers, landarbeiders, vrouwen met hongerige kindertjes aan de arm, werklozen. Jezus als rabbi van de armen. En als we die mensen zo daar zien, dan komt toch bij ons ook die vraag op. Jezus, hoe kun je nou spreken over geluk, over vreugde? Kijk dan hoe die mensen eruit zien. Kijk dan naar die vroeg oud geworden vrouwen, naar die gebroken mannen, naar die kinderen met hun honger. Hoe kun je die mensen zalig spreken? Dat doet hij, hè? Gelukkig jullie die nederig van hart zijn. Gelukkig de treurenden. Gelukkig de zachtmoedigen. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Jezus spreekt al die mensen die in de samenleving eigenlijk niks voorstellen, die spreekt hij geluk toe. Jullie die arm van geest zijn, zo noemden we dat vroeger in de oude vertaling. Dat betekent niet zoals we vroeger wel eens dachten, mensen met een verstandelijke beperking. Nee, dat betekent mensen die naakt en weerloos in het leven staan. Omdat ze niets hebben waarachter ze zich kunnen verschuilen. Jullie, zegt Jezus, jullie die het recht niet aan jullie kant hebben. Jullie hongeren en dorsten ernaar, maar koning Herodes maalt daar niet om. Zijn klasse justitie geeft jullie nooit enige kans. Jullie die geen land bezitten, want dat is je allang ontnomen door de mensen met geld. Met jullie die, met wie niemand rekening hoeft te houden, want jullie kennen de wet van God niet eens. Over jullie kan iedereen ook alles zeggen. Ongestraft kunnen ze je smaden, vervolgen en martelen. Daar kraait geen haan naar. Jullie uitgestotenen die geen deel hebben aan het rijk van de mensen, laat staan het rijk van God. Jullie spreek ik vandaag aan. En tegen jullie zeg ik,
geluk. Ik verkondig jullie grote blijdschap, want voor jullie is het rijk van God. Jullie die treuren zullen getroost worden. Jullie die hongeren zullen verzadigd worden. Jullie zachtmoedigen die iedereen aan de kant drukten, jullie zullen het land bezitten. Als ik het goed begrijp, hè, dan prijst Jezus deze mensen dus gelukkig omdat er in hun situatie radicaal iets gaat veranderen. En dan is er een groot misverstand dat die verandering pas in de hemel zal plaatsvinden. En dat komt omdat Matthäus, als vrome Jood, die verandering, die noemt hij het Koninkrijk der Hemelen. En want hij wil liever de naam van God niet uitspreken. Dus in plaats van God zegt hij dan hemel. In plaats van het Koninkrijk van God zegt hij Koninkrijk der Hemelen. Daarom heeft iedereen altijd gedacht of vaak gedacht van, oh ja, nu hebben we het ellendig, maar straks in de hemel worden we beloond. Maar dat betekent het helemaal niet. Het gaat niet over de hemel, het gaat over hier op aarde. En waarschijnlijk heeft Matthäus en hebben die eerste christenen ook gedacht dat Jezus heel spoedig zou wederkomen, hè? En dat Koninkrijk van God dan echt zou stichten. Dat is niet gebeurd. We leven nu al 2000 jaar na Christus. En moet je dus eigenlijk zeggen, Jezus heeft zich vergist. Hij heeft van alles beloofd, maar hij heeft het niet waargemaakt. Ja, wij vragen ons dat best wel eens af. Wat zijn dat voor een mooie woorden? En zijn die wel waar geworden? Jezus had wel goede bedoelingen, maar heeft hij daar ook iets van kunnen terecht? Is daar iets van terecht gekomen? Hij bezat toch geen enkele wereldse macht? Na een paar jaar waarin hij zulke mooie dingen kon zeggen, is hij immers gevangen genomen en geëxecuteerd. Ja, weet u, en toch hebben die woorden van Jezus de wereld wel degelijk veranderd. De afgelopen 2000 jaar hebben die woorden telkens opnieuw geklonken en ze hebben wel degelijk iets bij mensen teweeg gebracht. Mensen hoop en moed gegeven om hun situatie te veranderen. Vaak vonden ze dan de kerk aan hun zijde, maar niet altijd. Toen de kerk van Christus in Europa uiteindelijk ook de politieke macht kreeg, is er misschien wel veel ten goede veranderd, maar is er ook verschrikkelijk veel misgegaan. Daar zijn we natuurlijk op deze dagen dat we terugdenken aan de Shoah, aan de Holocaust, opnieuw van doordrongen. Hoe de kerk een fatale rol heeft gespeeld in het ontstaan en het voortwoekeren van anti-Joodse en uiteindelijk antisemitische gevoelens. Maar we kunnen toch ook niet ontkennen dat in de naam van Jezus er ook heel bevrijdende dingen gebeurd zijn. De zorg voor zieken en armen, de erkenning van de rechten van de mens, het verlangen naar sociale gerechtigheid, dat werd toch vaak gemotiveerd met een beroep op die bergrede van die rabbi van de armen. Zelfs iemand als Gandhi, zelf geen christen, een hindoeïst, die zelfs op moest boksen tegen de macht van een in naam christelijke natie als het Britse Rijk. Zelfs Gandhi verklaarde dat hij zich diepgaand beïnvloed wist door de bergrede van Jezus. Hij werd daardoor geraakt diep in zijn hart. En dat heeft hem er mede toe gebracht om voor de bevrijding van zijn volk te kiezen voor de weg van de geweldloze weerbaarheid. Gedreven door de woorden van Jezus hebben in alle eeuwen vele mensen in Europa, in Azië, over heel de wereld zich ingezet voor armen, voor lijdenden. Zijn treurende mensen zelf ook vaak opgestaan uit hun verdriet, hebben zich ingezet voor de verbetering van het lot van hun lotgenoten. Gedreven door die vreugdevolle boodschap van Christus. Weet u, en dat is binnen die zaligsprekingen ook een keerpunt. Want aanvankelijk is het vooral Jezus die bevrijding belooft aan arme mensen. Hè? Maar halverwege die
die zaligsprekingen, wanneer Jezus hen als het ware in hun kracht heeft gezet, dan verwacht hij ook iets van hen. Hij heeft van deze arme mensen, heeft hij intussen met zijn woorden zijn bondgenoten gemaakt. En nadat hij ze beloofd heeft, die mogen als bevrijde mensen leven, spreekt hij ook zijn verwachtingen uit van die mensen. Ga dan ook in je kracht staan en zegt hij, zalig zijn wie barmhartig zijn. Zalig zijn de zuiveren van hart. Zalig zijn de vredestichters. Hij vraagt dus als het ware van die arme kleine mensen dat zij in naam van hem kiezen voor wat goed is, barmhartig is, zuiver is, wat vrede sticht. Hij vraagt aan ons mensen ook, want wij zijn toch eigenlijk, oké, wij zijn een beetje achteraan gaan zitten, hè, bij die, op die berg. We hebben een beetje afstand gehouden van die Jezus met zijn mooie boodschap. Maar misschien zijn we toch wel door hem geraakt. Bent u nooit door hem geraakt? Ja, toch ergens zijn we door hem geraakt. Hè? En dan horen we hoe hij zegt, en nou moet je gaan staan. Nu verwacht ik van je dat je staat in je eigen kracht. En dat je barmhartig bent en zuiver en vredestichter. Letterlijk staat er, creator van vrede. Dat vind ik een mooi woord. Hè? Jezus vraagt van ons om creators van vrede te zijn. Creatief te werken aan vrede, aan shalom. Zij zullen kinderen van God genoemd worden, zegt Jezus. Nou, letterlijk staat er in het Grieks niet kinderen, maar er staat zonen. En nou goed, daar mogen we vandaag de dag wel van maken, zonen en dochters. Het gaat er bij Jezus niet om dat wij kinderen van God blijven, als afhankelijke mensen, maar dat wij mondige, volwassen zonen en dochters van die grote creator worden. Het gaat Jezus om mondigheid. Om mondige mensen die hun verantwoordelijkheid nemen, omdat ze door hem in hun kracht gesteld worden. Opvallend in dat rijtje van die goede deugden, hè, barmhartigheid, zuiver van hart, vredestichters. Opvallend is natuurlijk dat woord zuiver van hart. Nou ja, weet u, dat heeft ermee te maken dat bij Jezus, Jezus vooral een beroep doet op ons hart. Jezus heeft niet zo heel veel geboden gegeven. Hè? Hij heeft heel weinig regels gegeven. Sommige mensen vinden dat wel eens jammer. Ik heb een neef, die is in zijn puberteit islamiet geworden. Heeft ook een hele nieuwe naam gekregen. Bilal heet hij. Hij heette vroeger Pieter, nu heet hij Bilal. En waarom is hij? Nou ja, hij had vrienden die waren islamieten en die hebben hem meegenomen. Maar hij had ook behoefte aan regels, zei hij. Ik had behoefte aan een geloof met regels, waar ik duidelijk wist waar ik me aan moest houden. Ja, dat hadden wij vroeger ook. Die 10 geboden, zou ik maar zeggen. Die werden elke zondag voorgelezen. We hebben een beetje onze buik van vol gekregen. Nee? Ik ben zelf van gereformeerde huizen. En vroeger zeiden ze over ons gereformeerden, ik vond het wel een beetje overdreven hoor, maar bij gereformeerden mag niks. En wat wel mag, dat moet ook. Nou ja, sommigen zullen het zo beleefd hebben dat het allemaal wat dwangmatig vroeger was. Tegenwoordig is het vrijheid, blijheid. Hè? Ja, waar kan je nog aan zien dat iemand christen is? Ja, maar Jezus heeft ook ons weinig regels gegeven. Hè? Hij heeft vooral een beroep gedaan op ons hart. Wees zuiver van hart. Want Jezus wilde geen slaven. Hij wilde niet een soort onderdanen aan wie hij zijn regels oplegde. Maar hij wilde mondige mensen die hem volgden niet omdat ze een beloning wilden of omdat ze bang waren voor straf. Hij heeft ze niet met de hel gedreigd of zo. Maar hij wilde mensen die hem volgden omdat ze in hun hart geraakt waren. En daarom zegt hij, wees zuiver van hart. Hij weet natuurlijk ook wel dat ons hart vaak onzuiver is, troebel is. Dat we het lang niet altijd weten. Hoe heeft Jezus nou mensen zuiver van hart gemaakt? Ja, ik denk vooral toch door vergeving.
Ik denk dat de grote strategie van Jezus geweest is, vergeving. Nou ja, dat klinkt ook weer zo, alsof we zo zondig zijn, hè? Aanvaarding, laat ik het zo zeggen. Bij Jezus wisten mensen zich aanvaard. En dat is het grote geheim van zijn boodschap. Bij Jezus wisten mensen zich aanvaard. Ook diegenen die niet meer mee mochten doen, omdat ze echt over de schreef waren gegaan, mochten bij hem weer meedoen. Dat is zijn grote strategie, om tegen mensen die van zichzelf denken, ik hoor er niet meer bij, ik blijf maar op grote afstand, als die Jezus daar spreekt, dat hij tegen zulke mensen zegt, kom eens wat dichterbij. Want jij hoort er ook bij. Jij mag ook meedoen. Als je dat gelooft, dan gebeurt er van binnen iets. Dan klaart je hart op. Ja, dat is eigenlijk zuiverheid van hart. Een hart dat zich aanvaard weet. Nou, vanuit die uitgangspositie wil je ook best meegaan doen. Telkens opnieuw. En weet u, dan ontdek je misschien toch ook al heb je verdriet en hebben we zorgen en is de wereld vaak chaotisch en beangstigend, dan ontdek je toch ook dat geluk. Ik noem het maar even klein geluk. Ik noem het niet groot. Klein geluk. Kun je dat in je leven vasthouden? Dat innerlijke besef van dat kleine, eenvoudige geluk. Ik wens het u toe. Amen.
Ik wil u graag vragen te gaan staan voor de afkondiging van een overlijden. Op de leeftijd van 90 jaar is afgelopen donderdag overleden Arie Frederiks. Hij was woonachtig aan de JT Kremerlaan en sinds februari vorig jaar weduwnaar van Tine Frederiks Mulder. Vader van 3 kinderen, Helene, Koos en Dorine. De uitvaart zal aanstaande vrijdag plaatsvinden om 12:30 in Driehuis in besloten kring. Laten we hem in stilte gedenken. Gaat u maar zitten. Laten wij samen danken en bidden. Wij danken u, eeuwig licht, voor de bevrijdende woorden van uw Torah en van de rabbi van de armen. We danken u dat u ons in de bevrijding plaatst, in onze kracht stelt en ons mondig maakt. En wij bidden u, help ons om vanuit die eenvoud van uw woord telkens opnieuw dat eenvoudige geluk te vinden waar Jezus van sprak. Een geluk dat niet onaangevochten is, maar dat zijn kracht vindt in de hoop, in de volharding. Help ons om zo ook in deze wereld te blijven bewegen als zoekende mensen die zoeken naar aansluiting bij de krachten, de zachte krachten van uw koninkrijk. Wij willen u bidden of u wil zijn met die gemeenteleden die vandaag ook graag in ons midden hadden willen zijn, maar die niet meer naar de kerk kunnen komen. We bidden voor hen die misschien thuis de dienst meebeleven. We bidden u voor allen die ziek zijn, of gebukt gaan onder psychische last, of die misschien gebukt gaan onder economische zorgen. Zeker ook met deze inflatie en energiekosten. We danken u voor het leven van meneer Frederiks. Een lang leven. We danken u voor wat daar goed in was en liefdevol, waardevol en bijzonder. We bidden u of u zijn kinderen en familieleden nabij wil zijn bij het afscheid in de komende week. En geef dat ze aan hem mogen terugdenken met dankbare herinneringen. En dat wat voor hem heilig was, ook in de toekomst meegedragen wordt. Heer God, wij bidden u voor allen die een verlies hebben geleden. We denken in het bijzonder ook aan allen die gisteren bij de herdenking van de bevrijding van Auschwitz opnieuw terug moesten denken aan wat ze allemaal verloren hadden. Wie ze allemaal verloren hadden. Wij willen u bidden voor het Joodse volk, verspreid over vele landen, ook wonend in Israël, en dat daar gerechtigheid en vrede een kans mogen krijgen. Laat de verharding en het geweld dat nu opnieuw weer zo sterk is, toch mogen ruimte mogen maken voor initiatieven van hoop, van verzoening, van recht en vrede.
Heer God, wij bidden u voor de vrede in Europa. We hopen toch zo dat er een weg gevonden kan worden naar waarachtige vrede. En we bidden voor al die mensen die lijden onder dit zinloos geweld. Al die mensen die ook weggevoerd zijn en kinderen die ontvoerd zijn. O Heer, laat ook aan deze mensen recht worden gedaan en stel een einde aan de barbarij en het geweld. Heer God, wij willen u bidden, help ons om zelf de moed erin te houden en de hoop levend te houden. En waar wij kunnen, iets te betekenen, ook voor de vele vluchtelingen in ons eigen land. Wij danken u voor die mensen die opkomen voor het klimaat. Voor al die honderden die op een straat gaan zitten. En wij hopen dat hier toch eens een appel zal bereiken de harten van onze captains of industry. Zodat onze aarde toekomst heeft. Ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Help onze overheden, plaatselijk, provinciaal en landelijk, om leiding te geven aan de weg naar een goede toekomst. Heer God, we zijn een ogenblik stil en willen in de stilte misschien iets heel persoonlijks zeggen. Of misschien willen we gewoon even stil zijn. En hoor ons als wij samen bidden, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet naar mevrouw Leni Hagen uit de Kerkringlaan. Strakjes bij de uitgang vindt u de collecte, ene collecte voor de kerk en de andere collecte voor de diaconie. En de collecte voor de diaconie deze week is voor Cirkelslag. Dat is een interactief spel voor groepen jongeren door heel Nederland wat elk jaar gehouden wordt. Dus u kunt daar meer over lezen op de achterkant van uw liturgie. Straks na de dienst bent u natuurlijk ook van harte uitgenodigd om weer een kopje koffie of thee te blijven drinken. Volgende week zal dominee Gilda Polderman voorgaan in de gezamenlijke dienst die we dan vieren in het kruispunt in Velserbroek. Aanstaande donderdagavond is er een meditatieavond hier in de Dorpskerk onder leiding van Gilda. En u kunt zich daar nog voor opgeven. Van harte aanbevolen. Ook van harte aanbevolen, als u dat nog niet gedaan heeft, is om uw toezegging te doen voor actie Kerkbalans. En dat kunt u nog steeds ook doen online of per brief. Als u dat nog niet gedaan heeft, graag. Tot zover de mededelingen. Dan zingen wij nu staande ons slotlied. Thank you.
Ik wens u en u thuis een hele fijne zondag en een hele goede week. En laten we van hier gaan als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de inspiratie van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.